van dag 5. Nog 2 dagen te fietsen. Ja, het is nu 9:30, een beetje later, maar gelukkig is het ook iets kouder dan de afgelopen dagen. Ik heb hier vannacht in Woerden geslapen. Goed gegeten vanochtend, goed verzorgd hier. En vandaag op weg naar Woerden, naar Houten. 28 kilometer te gaan naar familie van de Maas. En zij hebben ontzettend veel zendingservaring, dus ik denk dat het heel mooi is om hun verhaal ook te horen. 28 kilometer gaan zoals ik zei, dus we gaan er maar gauw vandoor. Bedankt allemaal en tot ziens wellicht. Tot graag. Doeg! Doei! Ja, dankjewel. Zo, nou, ik ben inmiddels een beetje halverwege. Ik zit ergens tussen Montfoort en Nieuwegein. En er staat een beetje wind vandaag. Dat is eigenlijk best wel lekker. Het is wel alsnog best wel warm, maar het is wel aardig te doen. Ik merk wel dat een beetje spierpijn en zadelpijn, dat wordt wel steeds meer. Maar goed, ja, het is gewoon even doorzetten. Ik heb mijn eenwieletje en mijn rugzak. En ik heb vanochtend heerlijke verse meloen gekregen, dus mooi om even zo pauze te houden. Maar wat misschien wel even leuk is om te vertellen, ik krijg regelmatig de vraag van hoe kom je eigenlijk op het idee om op een eenwieler te gaan? Vorig jaar heb ik natuurlijk met een fiets ben ik vanuit Albanië naar Nederland gefietst. En toen dachten we van wat kunnen we dit jaar eens gaan doen? Nou ja, allerlei dingen bedacht. In eerste instantie zou ik een kanotocht willen doen. Maar goed, dat was een beetje lastig, want als je met de kano door Nederland gaat, ja, waar overnacht je dan? Je bent op het land dan echt totaal niet mobiel, dus hoe ga je dat allemaal regelen? Dan heb je weer andere mensen heel veel nodig. Ja, dat was een beetje ingewikkeld. En toen zat ik een keer op een avond, ik lag in mijn bed en toen dacht ik, ja, kan ik niet even iets origineels bedenken? Wat wel net zo leuk is en misschien wel iets makkelijker te regelen is. Dus toen dacht ik, oh ja, ik heb vroeger heel veel op een eenwieler gefietst, kan ik daar niet iets mee? Dus ik op internet even kijken wat er mogelijk is tegenwoordig. En toen kwam ik op een persoon, hij heette Ed Pratt, met P-R-A-T-T. Er staan best wel veel filmpjes van op internet ook. Maar hij heeft dus in 3 jaar tijd, met precies zo'n eenwieler als deze, is hij in 3 jaar tijd de hele wereld rondgefietst. Nou, toen dacht ik, nou, als dat kan, dan moet ik ook wel in een week tijd een stuk Nederland kunnen doorkruisen. Dus vandaar eigenlijk dat ik dacht, oh ja, nou dan is dat misschien wel een hele leuke optie, is lekker origineel. En dat merk je ook wel, je trekt best wel wat bekijks onderweg. Dus dat is wel mooi. En het is best wel super leuk om te doen. Dus vandaar eigenlijk dat ik erop gekomen ben. Dus even als antwoord op de vraag van een aantal van jullie. Nou, ik ga even pauze houden en dan zo door naar Houten. Tot kijk!